Vicevoorzitter van DNA, Melvin Bova, gelooft niet in politieke leiders of politici die bewust een besluit nemen dat niet goed is voor de samenleving. De partij die nu aan de macht is, de NDP, heeft de beste bedoelingen om het land tot ontwikkeling te brengen, zegt hij. De politiek heeft namelijk een grote verantwoordelijkheid en we moeten niet denken dat het zaligmakend of alles vernietigend is, geeft Bova aan. Ik geloof daar niet in. We hebben allemaal de beste bedoelingen. En ik geloof dat de beste bedoelingen in feite alleen maar tot zijn recht kunnen komen als er daarvoor één goed idee bestaat, een goede visie bestaat, dat je daadkracht voor hebt, dat je draagvlak kan creëren, dat het komt op het juiste moment. En dat je zoveel als mogelijk erin slaagt om mensen met je mee te krijgen. Kom weer op het punt van samenwerking. Voldoe je niet aan die ingrediënten, komt het niet op het juiste moment, of is het een besluit dat verkeerd is, kun je inderdaad een verkeerde werking krijgen. En dan kun je inderdaad situaties hebben die ongewenst zijn. Maar het belangrijkste dat de politiek moet doen, is to take responsibility. Alleen door jouw verantwoordelijkheid op te nemen en niet met vinger te wijzen dat het die fout is, of naar NDP fout, of naar Finne fout, of naar... Je hebt een responsibility. So you have to take responsibility. En als jonge politicus wees ik, waar ik ook kom, mijn collega's erop, dat we niet de luxe hebben te krijgen. Wij zijn in de driver's seat. So we have to take responsibility and take charge of wat er nu is. En wij zullen ons blikken moeten richten op de toekomst. Om dus met visie en met vaste hand te doen wat we denken dat goed is, zoals ik een aantal wetten noemde, een aantal investeringen die er moeten komen. Bova zegt verder dat het land behoorlijk moet produceren, zodat er kan worden geëxporteerd. Hij vindt ook dat ieder gezin een woning moet krijgen, dat elk kind recht heeft op onderwijs en dat we recht hebben op een veilige samenleving. Dus de politiek heeft een taak, maar de politiek kan het niet alleen. De politiek zal het samen moeten doen met de overige actoren, het bedrijfsleven, de vakbond, de samenleving. Omdat uiteindelijk, at the end of the day, welke politieke stroming je ook bent, wat je gedachte daarover ook is, we zijn allemaal Suriname. Dat is mijn visie daarover en ik hoop dat die visie in 2017 beter gaat leven. Dan denk ik wel dat we een beter land kunnen krijgen aan het eind van de rit. Vicevoorzitter van DNA, Melvin Bova. Hij is de mening toegedaan dat politieke leiders of politici niet komen om het land te vernietigen.